hiernaast Jozef Stoffels, de organisator van het Art of Fate Festival. En we gaan eens even horen hoe het hier voeten in de aarde heeft om zo'n festival te organiseren. Welkom, Jozef. Dank u wel. Jozef, vertel eens. Het Art of Fate Festival, dat is het een en ander om te organiseren, denk ik. Ja. Je bent waarschijnlijk niet alleen als organisator. Nee, ik doe dat om te beginnen als eindverantwoordelijk samen met Thomas Vermeij. Dus we doen het met twee. We kennen elkaar 17 jaar. 17 jaar. We hebben de VZ2 He's Alive opgestart met anderen nog. We zijn de twee die nog doortrekken tot op vandaag. Aangevuld met mensen die we onderweg hebben mogen ontmoeten. Ik hoor daar VZ2 He's Alive. Dat doet bij mij een belletje rinkelen, want vroeger organiseerden jullie Festicert, kan dat? Ja, we hebben dat 9 jaar gedaan. De voorloper is dat hier, of hoe moet ik dat bekijken? Ja, op een gegeven moment hadden we zoiets van, oké, dit hebben we gedaan. Het is goed geweest, maar we zijn met te weinig. We willen het anders doen, maar we kunnen het niet en organiseren en ons opnieuw uitvinden en iets anders bedenken. Maar als je met iets stopt, dan valt het zo in niets. En dan op een gegeven moment hadden we VZ2, we hadden een boekhouding aan toen zei het, die niets organiseert. En dan zijn we eigenlijk, hebben we een vergadering gehad waarop we echt op de paal geroepen zijn om te zeggen, nee, je moet verder doen. Gedacht van, hoe gaan we dit doen? En dan wilden we partners zoeken. Hebben we 12 partners gezocht, hebben we vooropgesteld. We willen 12 partners, mensen, organisaties, die zeggen, wij geloven in wat dat jullie willen doen. Zeg, en wat is eigenlijk de missie van Art of Fate? Art of Fate is echt die eenheid in Christus samen beleven. Ja. Dus door experience, encounter, we hebben echt de drie pijlers waar dat we rond werken. Dat we echt de Christus centraal zetten. Ja. En waar dat we mogen zijn wie dat we zijn, waarin dat we als broer en zus naar elkaar kunnen kijken met appreciatie en met een nieuwsgierige blik over de grenzen van de kerken een keer heen. Mooi, dus eigenlijk geloof staat echt centraal. Ja, Christus centraal. Ik denk als broers en zussen dat we die echt gemeenschappelijk hebben. En de weg naar Christus, die is voor ons allemaal heel persoonlijk. En dat is ook mooi om te zien hoe dat die zo kan zijn. Maar we leven soms op eilandjes, waarin dat we niet genoeg elkaar ontdekken. Hebben we gedacht, muziek is voor Thomas en mij en degenen die meewerken wel echt essentieel in ons geloof. Dat dat iets is dat we ter beschikking hebben als er niemand is. Geloof is iets van samen, maar in onze samenleving is dat vaak iets heel alleen. En die christelijke muziek is een bemoediging. En christelijke muziek is voor ons ook die sleutel om mensen samen te brengen. Ja. En rond Christus samen te komen. Ja, en jullie bieden hier eigenlijk muziek, maar ook kunst, toneel, voor kinderen heel wat animatie. Springkastelen zijn hier. Dus hier echt een heel terrein met een heleboel mogelijkheden. Voor jong en oud. Dus het is zelfs meer dan muziek alleen. Hè. We wouden voor die eenheid gaan. Ja. En die eenheid die heeft geen leeftijd. En dus hebben we ons verruimd van eigenlijk voor jongeren iets te doen naar echt naar gezinnen, naar alle generaties. Ja. Maar ja, dan ook de taalgrenzen zijn er niet. We proberen ook Franstalig België te betrekken. Dat is nog een weg te gaan. Ja. Maar we blijven die deur openhouden om te groepen. Dat is ook de kunst in de abdij, ja. Die daar ook dit jaar nog een stap verder in gegaan is. Meer artiesten hebben een werk ingeleverd. Ja. Dat thema was ontmoeten. Het is mooi om dat te zien groeien. Het is nu de tweede editie. We hebben nu in een jaar gerealiseerd. Het vraagt veel. Het is echt een groot. Een jaar werken jullie eraan om dit op poten te krijgen. Het volle jaar eigenlijk. Ja, we zijn nu al bezig aan volgend jaar. Amai. Ja. Ja. Kan tellen. We hebben dingen voorop gezet om te zeggen, oké, als die en die criteria in orde zijn, dan komt 2025. Wat ik zie, zeer geslaagd. Ik zou zeggen 2025, al zeker vrouwen. Weten jullie de datum al? Ja, maar niet van buiten. Ik denk het eerste weekend van mei. Het eerste volle weekend van mei. Ah, voilà. Ja. Eerste weekend van mei 2025 vrijhouden. Zeer de moeite. Art of Fate Festival. Hartelijk dank, Jozef Stoffels. Dank u wel. Graag gedaan. Was je bemoedigd door ons programma en wil je ons steunen? Dan kan dat via upmedia.be/steunons of via deze Payconiq QR-code.